Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton, The Miracle Mask. In deze aflevering gaan we kijken wat Angela ons te vertellen heeft. De vorige aflevering hebben we namelijk, in ieder geval wat puzzels gedaan. We hebben een klein beetje de stad onderzocht, we hebben met politiemensen gepraat. We hebben van twee scammers een balletje wedstrijd gewonnen. En nu wordt het eigenlijk tijd om eindelijk aan Angela te gaan vragen wat er nou precies allemaal aan de hand is. En ik hoop dat ze ons wat kan vertellen over het hele idee, zeg maar. Ze wil graag dat we naar binnen gaan. Nou, dan gaan we naar binnen. Dag, professor Layton. Ik ben teleurgesteld in jou. Nou, wat is dat? Oh, de presentator die ik ken, die laat altijd weten wie zijn vrienden zijn. Nou, oké. Ik ben Emmy Altava, de professors assistent. Ik ben zijn apprentice. Hebben we daar al eens in Nederland een woord voor? In ieder geval, ik ben Luke. Hallo, Luke. My husband, Henry. Oh ja, Henry is haar husband. Is er niet. Ah, Henry. Hoe is het met Henry? Ik kan bijna niet geloven dat jullie samen getrouwd zijn. Echt niet normaal hoe snel de tijd vliegt. Ja, het gaat als heel snel. Oké, vertel me over je letter. Ja, het begon allemaal aan. Dit is wel belangrijk om even te vertalen. Het begon allemaal een maand geleden. Dat de gemaskerde muchacho voor het eerst verscheen. Sinds toen hebben we gehad dat mensen in paarden veranderden. Dat mensen uit de paintings, uit de schilderijen stapten. Absolute chaos. Kaboom. En eerder deze avond hebben we zo'nzelfde gebeuren meegemaakt. Sommige mensen die veranderden in steen. Nog een van deze acts. He calls them miracles. Ja, daar waren we al achter. Nou, wat er gebeurde vanavond, dat was inderdaad wel episch. Hij heeft al die mensen in steen veranderd. Iedereen die de kracht van het masker van chaos gebruikt, maakt onze stad kapot. Onze stad zit vol met toeristen en met reizigers. We zijn nog steeds niet achter wie de victims zijn. Henry is zelfs bang. Henry is bang voor wat er nu gaat gebeuren. Omdat er elke keer wat nieuws gebeurt. Hij vreest voor zijn veiligheid en de toekomst van deze stad. Even kijken. Een mysterieuze man die zichzelf de gemaskerde gentleman noemt. Gaat de stad rond en doet allemaal rare acts. Hij moet daar een bepaalde reden voor hebben, maar wat dat is nog niet helemaal duidelijk. Een moment, Angela. Hoe is het mogelijk dat de gemaskerde muchacho de masker van chaos heeft bemachtigd? Ik was zeker dat het masker kwijt was voor altijd. Ik zag het een lang geleden, puntje, puntje, puntje. Wacht eens even, professor. Jij hebt de masker van chaos eerder gezien? Ja, een vriend van me, mijn allerbeste vriend, heeft hem in onze schooldagen gevonden. Nou, dat heb je nog nooit eerder gezegd.
Oh, ik heb het net voorbij geskipt, helaas. Randall, hij was je vriend. Degene die het masker gevonden heeft. Ja, Randall Ascott. Hij heeft het masker gevonden. En het was mijn fout dat hij... Puntje, puntje, puntje. Na een ongeluk... Henry heeft heel veel search parties, dus zoekgroepen, de ruïnes ingestuurd. Ze hebben Randall nooit gevonden, maar ze vonden een ancient treasure, dus een oude schat, vonden ze wel in de ruïnes en het masker. Henry bracht het masker terug hier. Hij kwam er tegen of zo, zoiets. Maar als hij het masker gevonden heeft, Randall dan, hebben ze die niet gevonden? Zouden ze niet samen moeten zijn? Nee, Herschel, sorry. Henry is nooit gestopt met zoeken. Want hij accepteert nog steeds niet dat Randall dood is. Even kijken, buiten zijn werk is dat het enige waar hij aan denkt. Oké. Okay. I can't say I blame, I want to believe it too. Oh ja, zij wil ook niet geloven dat Randall echt dood is. Is die ketting? Oh, heb je dat onthouden? Het is al een stuk ouder geworden. Net als wij. Yo. Herschel, ik wil me verontschuldigen voor ons laatste gesprek van een hele tijd geleden. En sorry dat ik je niet eerder schreef. Het was niet jouw fout. Ik kon het alleen niet aan om hem kwijt te raken. Randall was je beste vriend. Jij had net zoveel pijn als dat ik had. Ik heb het nooit tegen je gehouden, Angela, omdat je alle recht had om mij de schuld te geven. Het lukte mij niet om hem te redden. En het doet me nog steeds pijn. Dat is sad voor professor Layton. We hebben het masker hier gehouden, maar hoe kan de gemaskerde muchacho hem dan hebben? Het is van ons gestolen, een maand geleden. De eerste keer dat de gemaskerde muchacho voor het eerst arriveerde. Ja, ongeveer, ja. Als we deze slechterik pakken, dan wil ik het masker terug voor Randall. Ik beloof dat ik er alles aan doe. Kan je me laten zien waar je het masker hebt bewaard? Oh, nou, we bewaren het altijd in Henry's studeerkamer, maar hij is hier niet. Angela, ik begrijp het. Iemand zijn studiekamer is een privé terrein. En ik ga er niet naar binnen als Henry hier niet is. In dat geval, het is erg laat. Ik hoop dat er niet meer zulke dingen als vanavond gebeuren. Kunnen we morgen terugkomen? Ja, dat lijkt me een goed idee. Ik heb een aantal kamers voor jullie in Camel's Hump Hotel geboekt. Oh, dan moeten we daar denk ik heen. Het is een klein stukje lopen, maar ik denk dat je het erg leuk vindt. Bedankt, Angela. Oeh, er zit vast een hintmuntje. Hintmuntjes voor de win. Oeh, een puzzel in een kast. We houden van puzzels. Ah, ik heb een verborgen puzzel gevonden. Daar houden we van. Oh jee, wat moet er met deze konijnen gebeuren? Bunny hop swap. Dit zijn een beetje rare konijnen speelgoed dingen. Er zijn drie regels. De konijnen kunnen alleen horizontaal springen.
diagonaal of verticaal over andere rabbits. Ze kunnen over meerdere rabbits heen springen. Een witte rabbit wil... Een wit konijn zal bruin worden als je er overheen springt en andersom ook. Dus bruiner worden dan witte. Hoe kan je alle rabbits bruin toveren? Oké, nou daar gaan we ons best voor doen. Dus als we die hier neerzetten, worden die allebei bruin. Oké. Oh. Zo. Wacht. Oh, dat was niet heel moeilijk. Dat was niet heel moeilijk. Oh, ik had eigenlijk misschien het scherm even moeten draaien. Maar jullie hebben het vast kunnen zien. Oh, misschien was het trouwens ook wel op de topscreen te zien. Ja, het was ook op de topscreen te zien. Dus dan is het prima. Nou, was niet zo heel moeilijk. Nee, verder geen hintmuntjes. Dan gaan we terug. Ik kan niet wachten om naar het hotel te gaan. Ik denk dat ik een paard kan eten. En ik ben zo moe dat mijn ogen eruit vallen. Oké, nou, dan gaan we dat snel doen. Laten we naar de boulevard gaan. Oh, I do beg your pardon. Oh, wat is er aan de hand? On the contrary, I could be one apologizing. Ben jij toevallig die professor Layton? Dat ben ik, ja. U bent? Oh, wat slecht van me. Laat me mezelf introduceren. Ik ben Mordaunt, personal assistant van Mr. Ledoor. Mevrouw Ledoor vertelde een paar dagen geleden dat ze jullie zouden... tegenkomen. Oké. Of ja, dat jullie zouden komen. En nou, bedankt dat je ons verwelkomt. Ik wil niet alles gaan vertalen, want dan gaat het een hele lange serie worden. Oh, maar het is goed dat we hem hebben hem tegen zijn gekomen. Dan weten we in ieder geval wie dat is voor de volgende keer. Oké, hier kunnen we gewoon doorlopen. Hier is ook... Oeh. Die voetstappen. Waarom herken ik die? Nou, Aldus. Ik ben het. Oh. Kijk, hier is Aldus. Oeh, ik ben tegengekomen. Ik weet nog steeds hoe inzoomen werkt al dus. En hoe je hintmuntjes vindt. Kijk, 3 hintmuntjes erbij. En wat heeft al dus? Ah. Bravo! Hey, een stylish clay pot. Oké. Dus dan kunnen we een soort van dat soort dingetjes vinden. Dag alles. De collection box. Oké, nou nu kunnen we allemaal van die artefacten kunnen we bij elkaar gaan sprokkelen. Die kun je linksonder vinden. Oké.
Zou je nog een puzzel voor ons hebben? Nee. Hé, hey, kijk. Dit vrouwke heeft vast iets voor ons. Kijk, een puzzel. Daar houden we van. Hallo, ben je hier voor de show? Nee, ik ben hier niet voor de show. Pirouette heet ze, oké. Okay. I'm turned into stone. Wondering what's bloom the blooming point? Oké. Okay. Heets van. Oké. Okay. Laten we kijken. Puzzel 7. A toasty toast. After finishing work for the day and changing back into their normal clothes, the members of the circus troupe gather in the big tent to celebrate another successful performance. It's a bit nippy in there at night, so they're warming up with a few rounds of hot chocolate. Dat is altijd lekker. It's hard to tell just by looking at the silhouettes, but there is at least one member of the troupe missing. Who is in the tent? Who is in the tent? Select the person who is. Select each person who is present. Okay. Dit is voor mijn gevoel een hoed met iets erin. Dus ik denk niet dat dit per se iemand is. Dit is een meisje. Dit is dit meisje. Die is er sowieso. Deze is er ook. Nu heb je nog iemand die achter of voor hem staat. Dat is deze man. Deze met krullen die zit hierop. Dat is deze. En hier ligt ook nog iemand. En je ziet hier zo zijn neus. Dus ik denk dat hij de enige is die er niet is. How about this? Oh, ja. Puzzles are made to be solved. Ja, nou, zo het gaat. Deze bovenin, zeg maar, die hoed met wat erin, zeg maar. Dacht ik al dat dat iemand, dat niemand was. Ik ben super slim. Bedankt Pirouette voor deze hele leuke puzzel. Oeh, daar staat die politieman weer. Well, the panic seems to have died down now. Oké. Okay. Oh, alle verstenigde mensen die zijn weggehaald. Ik hoop dat we andere clues gaan vinden. Laten we eerst met de politieman gaan praten. Oi, you three. For the love of... Stop. Oh, waarom moeten we stoppen? I thought we were about to lose one precious lead in this case. Heb je iets gevonden? Oh ja. Zie je die paardensporen? We denken dat het er drie zijn. Die weg van de carnaval galoppeerde. Left by our culprits. Oh, wacht maar, dat waren wij. Anders. En anders zijn het al deze footprints. Even kijken. Ze gaan dezelfde kant op als de mystery man left in. Very suspicious if you ask me. Denk je... Heb je gevraagd aan hoe noem je dat, getuigen? Ja, we zijn de politie. Daar zijn we voor. Oké. Okay. Oh, we moeten nog witnesses vinden. En omdat Montador een toeristenstad is, kennen we de helft. Ja, we hebben de helft van de getuigen meteen een trein naar huis gepakt. Wat ook logisch is. Even kijken. Aangezien iedereen hier toerist is, niemand weet ook wie de Ladors zijn.
Nee, de enige... de enige die de Lodors kent zijn de mensen die hier wonen. Ik hoorde dat een eigenaar van een boutique alles weet wat er in de stad afspeelt. Hoe heette die plaats ook alweer? Oh, ik ben helemaal vergeten om daar te gaan kijken. Ergens in de shopping district, dat weet ik zeker. Oké, hij gaat alle shops in ieder geval langs. Oh. Is het een puzzel? Ja hoor, mijn vriend heeft een puzzel. Wasn't today's carnival the most wonderful, wonderful, brilliant thing ever? Als jij dat vindt. ze zijn allemaal mensen die in steen veranderen. Woehoe. De maskman is geweldig. Nou, dat lijkt me ook niet echt... ik denk dat hetgene waar je naar refereert geen show was. Geen show, dat is onzin. Hoe zouden al die mensen anders in steen veranderen? We hebben geen idee, maar... het zou niet vet zijn als je het zou kunnen uitleggen, toch? Oh, ik denk het. Oké. We gaan de puzzel even kijken. Colorful flags have been strung up all over town for the carnival. Oké, leuk, leuk, leuk. Er zijn alleen 7 verschillende designs van een vlag. En ze zijn in verschillende combinaties gedisplayed. One such combination is the pattern shown in the top right corner. How many times does this pattern feature in the strings of the flags shown above? Look carefully and write down the number. Oké, dit is wel een wat lastigere, denk ik. Want je moet ook bedenken dat het ook in spiegelbeeld kan, omdat je dan van de andere kant kijkt. Hier heb je 1. Hier heb je er 1 zitten. Dan kijken we naar deze. Hier heb je de 2e zitten. Dan is hier denk ik de 3e, maar je kan die laatste vlaggetje niet zien. Oh ja, jullie zien mijn muis niet. Dat is irritant. Even kijken, is dit er ook in? Dus ik denk 3. Dan ga ik naar die vlag kijken. Daar zie ik hem helemaal niet in. En hier ook. Ik denk dat het antwoord 3 is. I believe I have this one. Oeh, het is niet goed. That's unfortunate. Even kijken als ik de memo gebruik of jullie... Oh, de memo... Oh ja, dan draai ik het ding even. Oké, we moeten hoe vaak de patroon hier boven ons te zien is. Kijk, we kijken eerst eventjes naar de achterste rij. Kijk, dit is 1 keer het patroon. Dat is 1. Ja, ik twijfel nou. Zou diegene die ik omcirkeld heb tellen, omdat op het originele plaatje de lijnen iets dikker zijn? Ik ga ervan uit dat dat gewoon telt. Dus dit is 1 die ik nu ondertekend heb. Dan hebben we hier 2. Kijk, en deze weet ik dus niet zeker.
Kijk, hier, hier zit ook. Alleen je weet niet wat er daar links van nog zit. Dus daarom had ik net de derde van gehaald. Verder zit er in geen enkele rij nog iets. Dus drie hebben we al geprobeerd, dat was niet goed. Dus dan moeten we voor twee gaan. En ik denk dat twee dan goed is. I believe I have this one. Ja, twee is de goede. Maar je kan die ene dus dan niet zien. Excellent puzzle. Ja, oké. Okay. Dat was helemaal niet zo'n moeilijke puzzel, alleen ja, je weet niet of ze dat dan tellen of niet. Je moet positief denken. Goed. Oké, wat is de bedoeling nu? Volgens mij moeten we hier nu weggaan. Volgens mij moeten we hier naartoe lopen. Ja, zie je? En dan krijgen we als het goed is een extra weggetje erbij. Ja, zo te zien wel. Oh, en we moeten even naar de andere. Dit is voor jullie iets interessanter om naar te kijken. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering gaan we naar het hotel toe. Gaan we een nachtje slapen. Dan gaan we terug naar de Ladors. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.